gaat wel werken. Een hele goede morgen. Welkom in deze nieuwe vlog. Wij zijn Daniel, Farah, Luan en Lucille Bellingen. We hebben heerlijk uitgeslapen en zitten hier aan het ontbijt. Goedemorgen, meisje. Goedemorgen. Kijk, ze heeft weer lekker in het havermandje. Havermapapje. En gaat weer een leuke dag worden. Nou, wij zijn er klaar voor. Ik ga Luan wegbrengen. Lu, ben je er klaar voor? Ik ga naar de basisschool, naar juf Corrie. Ja, dat is een wenochtend voor degene die denken, het is toch nog vakantie? Ja, het is nog wel vakantie, maar nee, het is nog geen vakantie bij ons. Bijna. Volgens mij deze week nog. Vandaag nog. Maar het is dus een wenochtend, dus dat hij kan wennen. Hij gaat dan de kindjes leren ontmoeten. Dus de kindjes waarbij hij in de klas komt. De nieuwe juffrouw en al dat soort dingetjes. Dus maar in 2 uurtjes of zo, zo'n 10 uur mag ik hem weer ophalen. En dan mag hij weer door gaan spelen op andere schooltjes bij Lucilla. Want die brengt papa zo meteen weg. En papa en mama gaan vandaag werken. Nou, zeg maar dag. Tot straks. Doeg. Mama moet mee. Wacht even. Leuk naar school. Veel plezier op school. Dag. Lucilla, wat gebeurt er nou? Nou willen we naar school wandelen. En kijk. Dan gaat het regenen. Kijk eens, Lucilla. Oh, wauw. Een regenboog. Kleine paard. Op een handje. Dag paardjes. Lucilla gaat naar school. Yes. Bonjour. Bonjour. Wil jij de fietsen? Ik ben net terug. Ja, mama jou fietsen? Nou, ja, dan brengt mama de tolle school. Ja, papa zou je brengen, maar winkeltjes waren nog dicht. Je stond voor een dichte winkel. Nou, de kruidvat was open, maar de rest was dicht. Oké, okay, nou ze laat tot 3 uur. Doeg. Papa gaat wel eens werken. Doeg. Ik ben weer thuis. Ik ga gauw aan het werk. Ik heb 3 live coaching afspraken vandaag. Dus veel werk te doen en om 1:30 weer de krachttraining nummer 3 vloggen met mijn personal trainer Astrid van Henk. Dus ik ga gauw in coachen. Nou jongens, ik ben weer thuis. Ik heb even een kop thee gepakt en ik ga nu naar boven toe. Even naar Daniel, die ziet volgens mij een coaching afspraak aan de telefoon. Even mijn gekochte spulletjes opruimen. Gelukkig was dus de kruidvat open, want het was nog 8:30. Het was nog hartstikke vroeg. Dus eigenlijk waren er nog helemaal geen winkels open, behalve de kruidvat. Ben ik even blij. Deze Zwitser baby haarcreme vind ik trouwens echt super, super fijn. Die gebruik ik nog steeds voor Luan en voor Lucilla. Ruiken de haartjes ook super lekker voor. En ik vind het gewoon een hele fijne gel voor de haartjes goed te doen. Dus die heb ik weer gehaald. Make-upjes. Deze dingetjes. Die. Even daar neer. En... oh ja. Wat de staafjes. Nou, even kijken wat Daan aan het doen is. Want die zit hier achter de rigoureuze laptop desk. Ja, vader heeft een overwinning gedaan. 8 vlogs gemonteerd. Toen ik papa dag had,
Je zegt duimpjes omhoog vervaren. 8 vlogs is je record, hè? Ja. Ja, ik ben wel heel laat bezig geweest. Ik had heel veel video's te editen, omdat we nu natuurlijk 5 kanalen hebben. En nu ben ik hier aan het toezelen. En we moeten eventjes zoeken hoe we het systeem hierin krijgen. Ja, want ik ben nu in vlog 334, maar dan hebben we dus 3 aankondigingen. Dus wij gaan weer even snel aan het werk, want om 10:00 moet ik Luan alweer ophalen van zijn wenochtendje. Hij vond het vanochtend wel heel moeilijk. Hij vond het wel leuk in enige... Ja, enigszins. Op de fiets vertelde hij dat hij graag ons wilde vertellen hoe het straks was en zo. Maar toen waren we er eenmaal en toen moest ik weg. En op het moment dat ik weg moest, toen moest hij wel even huilen. En heb ik hem even overgegeven aan een juffie. En even zwaaien en maar heel snel weggaan. En dan hopen dat hij daarna weer goed is. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij het heeft gehad vandaag. En ik heb daarna natuurlijk meteen Lucilla doorgebracht naar haar opvang. Dus het was vanochtend even proeven hoe het straks is na de zomervakantie. Want dit was dus een wenochtend. Eerst komt nog de zomervakantie en na de zomervakantie. Dan pas gaat hij echt naar groep 1, naar de basisschool. En dan zou ik echt in het ritme moeten gaan komen. Om 's ochtends dus 5 dagen per week om 7:50 Luan weg te brengen. En 2 dagen in de week Lucilla ook nog daarna. Dus we zullen zien hoe dat gaat. Dus kostbare tijd nu. We gaan nu snel aan het werk voordat ik Luan weer moet ophalen om 10:00. Zit op? Hoeveel minuten was shoppen? 6 minuten. Ja, was Luan daarvoor of daarna? Daarna. En dan na shoplog. Is, hoe heet dat? Luan Blinddoek? Of nee? Hoe heet dat spelletje? Hap en proef. Wat moest je nou van mij hebben, hè? Die boodschappenshoplog. Shoplog? Ja, moet ik hebben. De insluituren van de afspeellijst. Maar de krachttraining was je ook vergeten. Dus krachttraining was vergeten. Ja, moest er dan nog meer in deze video? Nee, 3 waren het. Ik heb er nu 3 als het goed is. Ja. Weet je het nummer? Shoplog. Heeft hij een nummer? Shoplog. Alles afgesloten en nu snel Luan halen. Zoals jullie zagen, ik was heel veel aan het fietsen nu net. Want ik heb met de GoPro had ik even wat beelden voor jullie opgenomen. Vanochtend eerst Luan naar de basisschool brengen. Toen Lucilla naar de kinderdagverblijf brengen. Toen in huis even wat werken. Weer Luan ophalen van het basisschooltje van zijn wenochtend. En meteen doorbrengen naar de kinderopvang. Want het is vandaag de dag dat ze daar zijn.
En straks moet ik ze allebei weer ophalen. Dus ik ben lekker heen en weer aan het fietsen vandaag. En dat met die regen. Maar goed. Nou, nu ga ik nog even aan het werk. Ik heb hier mijn tussendoortje al naar boven gebracht. Dat is dit. Ik heb hier mijn kerstjes en een lekkere kruidenthee. En de laptop staat alweer klaar, want ik moet nog even verder met werken. Ik ben aan het monteren. Een superleuke video. Weer een extra bonus video. Ik noem dit soort bonus video's mama vlogs. Omdat het gaat over mijn moeder zijn, mijn vrouw zijn, zeg maar. En ik ben naar een hele gave, leuke, gezellige make-up party geweest. Ik zal het even laten zien. Kijk, dit is de vlog. En ik ben hem hier aan het monteren. Ik heb hem hier al helemaal staan, zoals jullie zien. Hier. En hij is echt heel erg leuk geworden. Kijk, dat zijn... Ik zal even iets dichterbij doen. Hier zie je alle beeldjes. En deze video die komt vanmiddag om 4 uur online op dit YouTube kanaal. Dus het is echt heel erg leuk geworden, jongens. Echt heel leuk. Yep. Dus vanmiddag om 4 uur heb ik deze vlog voor jullie online. Dit is even het einde van deze vlog, want we kregen onverwachts bezoek van een ander YouTube kanaal. Dat zie je zometeen in de volgende vlog die online komt om 12 uur. Dus we hebben nog heel erg veel leuke content hierna geschoten. Met een droom en Luan en Lucilla die gaan vloggen. Heel erg leuk. Deze vlog die haal ik dus hier vanaf, anders wordt deze vlog veel te lang. Dus om 12 uur komt deel B van deze vlog van 336 online. En om 4 uur hebben jullie natuurlijk ook nog de bonus video, de make-up party, die jullie hier in de montage zien, die komt ook online. Dus vandaag een extra bonus video dag. 3 video's vandaag voor jullie online. Deze video om 12 uur en om 4 uur. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe natuurlijk even de duimpjes omhoog op de video. En vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal voor onze dagelijkse nieuwe video's en natuurlijk al onze bonus video's. Dankjewel voor het kijken en we zien je graag weer in een nieuwe video. Doei doei! Doei! Wat is het? Ja, maar zelf. Hallo. Hallo, opa. Kom maar zelf. Dan gaan we naar oma. Geef broer maar een handje. Doe maar een zusje een handje. Kom maar. Hallo. Hallo. Hallo, lieve opa's en oma's. Ik wil een knapje, even.